Onlangs kregen we een uitnodiging binnen van Logitech om bij de radiostudio van 538 de nieuwe in-ear speakertjes van Ultimate Ears uitgebreid te komen checken. Daarnaast kregen we ook nog eens de mogelijkheid om Rogier Volme van Logitech Benelux de hemd van het lijf te vragen over deze nieuwe stijlvolle headphones. Ultimate Ears is een in-ear headphone, ontstaan vanuit de professionele muziekindustrie. Logitech heeft Ultimate Ears overgenomen in augustus 2008. Logitech is altijd op zoek naar niches in de markt. In het verleden hebben we Harmony overgenomen, een universele afstandsbediening fabrikant. Dat hebben we naar de markt gebracht, naar de consumentenmarkt gebracht. En dat gaan we nu ook doen met Ultimate Ears. Ultimate Ears is een andere manier van muziek luisteren. Ultimate Ears is groot geworden in de professionele muziekindustrie. Vanuit die professionele muziekindustrie zijn er technologieën ontwikkeld, zijn er patenten genomen in het product. En die producttechnologie die brengen wij naar de consument. En dat is een andere beleving en een ultiemere beleving van muziek. Naast natuurlijk de productrange die we hebben in een prijsrange van 39 tot 299 euro, gaan wij met onze partners in de markt in nauwe samenwerking met Radio 538. En Tania Christoffer, een artieste die bekend is geworden via YouTube. Hij is compatible met alle MP3-spelers. En hij is compatible met de iPhone, zoals je al aangaf. Hij is ook compatible met de nieuwste lijn van de Music Express-telefoon van Nokia. Ultimate Ears is voor iedereen die van muziek houdt, van 6 tot 80, man, vrouw. Iedereen, nogmaals, iedereen die van muziek houdt, daarvoor is Ultimate Ears bestemd.